De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Karen Lynn Williams, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. De bewindsman heeft tijdens de ontmoeting gisteren een korte uiteenzetting gegeven over het ministerie. Hij vertelde Williams onder meer over zijn beleid, de uitdagingen van de decentralisatie van de districten en zijn inspanning om de verdiencapaciteit van gemeenschappen in het binnenland te vergroten. Ambassadeur Williams heeft minister Dikan geïnformeerd over mogelijkheden voor Surinaamse ondernemers om zaken te doen met Amerikaanse zakenlui. Hoewel ze maar pas enkele weken in Suriname is, is de ambassadeur ervan op de hoogte dat er Surinaamse bedrijven zijn die graag in zee willen met Amerikaanse partners.